Hallo. Ja, we beleven weer een unieke dag vandaag. We zijn namelijk bij de Fendt Dealerdag modellen 2019. En er zijn wat modellen, die zijn zo uniek mooi. Jij hebt er een gevonden. Ja, ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Mark Meerbeek. Wem kunt u een beetje op zijn bachelor hier gekregen. Gerrit-Jan Meerbeek. Wij zijn twee broers van Meerbeek Caravans & Campers. Een zaak die al meer dan 40 jaar bestaat en we bieden op dit moment alleen echt topmerken aan. Vandaag zijn we bij die presentatie van Fendt modellen 2019. We vinden het fijn om hier te mogen zijn, want je wordt gewoon verrast door heel veel goed nieuws, hè? Ja, er is heel veel goed nieuws. Die Fendt Saphir die is al in lengte van jaren topmodel. Fendt heeft dit jaar gekozen om de buitenkant op details aan te passen. Dat zijn kleine details. Ja. Maar vooral de binnenkant, die is totaal vernieuwd. Wat mij hier nog voor opvalt buiten, heb je al die maat van de surfplank? Nou, die is groot. Die is wel heel erg groot. Hij is absoluut groot. Hij is 1,50 meter, dus hij is gewoon echt heel makkelijk om je bagage hogere ben uit te pakken. Mogelijk. En wat ik ook heb begrepen, dit model is ook geoptimaliseerd. Want hij zegt dus, je wilt die bagage in de kerk inpakken, zoals je het graag wilt. Je wilt bijvoorbeeld een fiets meenemen met een fietsenraad voor. Ja, dat weet ik straks. Ze hebben die kogeldruk wat lichter gemaakt, standaard. Ze hebben de as 60 mm verzet. Ja. Daarmee is dus de belading van deze kerk nog veel beter te doen in het seizoen 2019. Dus mooi detail. Dat maakt echt onderscheid tussen 18 en 19. Maar deze, die krijgen wij. We moeten de binnenkant even kijken, want daar zit veel nieuws. Een mooi detail dat vind ik is dat die deur. Dit is echt kwaliteit. We hebben eigenlijk nooit in onze historie een deur gehad die zo goed sluit. Hij sluit naadloos. Hij sluit mooi aan. Als je naar de deur kijkt, mooi groot handvat eraan. Hij is 1,5 cm breder als wat we binnen waren. Heeft de privé houtdeur standaard in zitten. In de Nederlandse markt zit die houtdeur gewoon altijd in. Loop even naar binnen. Ga die even zitten. Nieuwe interieur. Bekleding Gibio is dit. De nieuwe bekleding Gibio. Leuke stof. Ik zal even buiten, of ik het goed zeg, volgens mij wel, de bekleding Gibio, nieuw gebracht. Ja. Zo heet hij. Ja. De Gibio kleur die past dus perfect bij het nieuwe interieur. Kijk naar de houtkleur, die is dus op detail aangepast, die is nog meer eigentijds geworden. Weet je wat mij opvalt, Gerrit-Jan? Als ik naar deze randjes kijk en ik kijk naar die mooie kastgrepen, dat komt bij je weer terug in de stof, hè? Ja, dat is eigenlijk overal toegepast. Je ziet het hier, je ziet het hier, je ziet het dus, maar ook hier in al deze knoppen, hè? Ja. Deze knoppen die waren zilverchroomkleurig. Die zijn nu allemaal zwart mat. Dat maakt de totale indruk van deze caravan in combinatie met bijvoorbeeld deze lichte bladen. Heel eigentijds modern. Ook deze kleuren, die waren dus houtkleur in het afgelopen seizoen. 2018 en 2019 gaan die naar lichte kleuren toe. Voel je dat? Softclose. Ja. Standaard. Die van mij is ook softclose, allebei. Heb je geen geluk. Dat is een gelijk spel. Mooie keuken. Kijk, het leuke van dit model is, dit is de 515 SG Saphir. Het model is ongeveer 7,5 meter lang en alles zit erin. Je hebt een grote rondzit. Zultafel inderdaad. Keukenblok. Met laders die ook softclose hebben, die gaan ook automatisch in. Maar zelfs de bestekbak is anti-slip. Dus je bagage, of je spulletjes erin liggen, ligt veel sneller. Het voelt heel soft aan, je snijdt je handen niet ergens aan. Het is anti-slip. Apothekerskast, ruimte mooi benut, goed ingevuld. Kijken we hier, zien we natuurlijk de Slim Tower koelkast, 150 liter. Nieuwe koelkast, met uitneembaar vriesvak. Fendt zorgt ook altijd voor eenvoudig gebruik. Hè? Als je dus wilt zien hoe het gaat, het staat hier met plaatjes. En dan gaat hij uit, hè? Oh, zo makkelijk. 220 volt, 12 volt voor achter de auto, hier op gas. Ja. Je hoeft geen boekje door te lezen, gewoon heel eenvoudig in zijn gebruik. Dat is belangrijk als je prettig bij de caravan op vakantie wilt. Alles moet makkelijk zijn. Fendt is makkelijk. Nog een leuk detail van deze caravan, dat is hier voorin. Kijk, de bedden bij Fendt waren 80 breed. We zijn nu naar 85 gegaan. Ze hebben gedacht van, we moeten die bedden wat groter maken. Waardoor het oppervlakte gewoon beter is. Nou, dat ik hier aan liggen. Dit ligt gewoon geweldig, hè? Je hebt enorm comfort. Voor mij is hij echt lang genoeg, want de bed is 2 meter. Ik ben niet zo heel groot. En wil ik het ook eens proberen? Ja. Ik ben wel wat groter, pas ik erin. Dat is even de vraag dan. Ik ga het even proberen. Jee, wat een comfort. Geweldig. Dat is niet te geloven. Wij hebben, breed. Ja. Je zou binnen 2 seconden in slaap vallen. Wat mij hier nog opvalt, dat Fendt ook inderdaad natuurlijk kastjes gewoon rondom maakt. Kijk, in de slaapkamer. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 kastjes die gewoon allemaal goed sluiten. Je ziet de indirecte verlichting ook naar binnen doorschijnen. Altijd makkelijk als je wat spullen wilt pakken. Dus hier die schijnt gewoon naar binnen door. Heel leuk detail is dat. Goed over nagedacht. En de modellen die wij binnenkrijgen bestellen we altijd natuurlijk met die leuke optie van die rolbodem. Dat je het makkelijk kunt uittrekken. Dat is ook een heel groot tweepersoonsbed. Ook weer dat nieuwe handvatje zwart, mat. Ja. Dat past in het totaal. Mooi. En dan zou ik nog één mooie verrassing laten zien aan de bovenkant, even naar boven kijken. Hier zit ook de nieuwste dakluiken in die Fendt toepast van de leverancier. Mooie witte randen zitten er bovenop, dat kun je hier niet goed zien, maar dat is wel perfect afgewerkt. Uiteraard met hoor, even deze, verduistering. En bij de 515 hebben ze bij Fendt gezegd van, zeg maar nee, ik wil er niet één, ik wil er gewoon twee. Want hier zit er één en boven de zitkeuken zit ook een groot luik hierboven, als je hierboven kijkt.
Dus dat is ook perfect uitgerust. Ook nog een kleine vernieuwing, hè? Die kachel, dat is met automatische ontsteking. Ja. Dus dat gaat, je hoeft alleen maar te drukken, zo gaat die aan. Dat is bij alle fans zo, van 2019. En wat mij ook wel opviel in die presentatie, daar kan ik wel een kleine iets van vertellen, zeg maar. Dat, je ziet hier en daar natuurlijk dat het in de economie druk is. Er wordt verkocht, iedereen, prijzen stijgen, wat personeels moeilijk te krijgen. Maar Vent is voor 2019 in staat geweest om de prijzen nagenoeg hetzelfde te houden. Ja, dat is uniek. Het is een paar honderd verschil. Ja. Daar krijg je wel een totaal nieuwe caravan voor. Dus eigenlijk heeft dit model nu geen concurrentie meer in de markt. De Vent Saphir 515 SG. En gaan we die dit jaar ook weer met die limited edition pakketten uitvoeren? Ja, dat is mooi om te vertellen. Vent is gewoon helemaal compleet. Je hebt eigenlijk alles, maar je mist een paar dingen eigenlijk. Mover. Ja, een mover. Onderhoudsvrije accu. En met vaak zo'n Omnistor Luifel 2600 witte cassette grijs doek. Perfect. En natuurlijk een fietsrek kantelbaar voorop. Het leuke wat wij dus al jaren doen, wij scherpen dat aan. Wij hebben meer big limited edition uitvoeringen. Daar monteren wij dus die movers op. Wij werken veel met Kronings. De Kronings volle automaat met de Optima 4.2 accu. Wij monteren de Luifels compleet met de adapterset. Wij monteren ook de kantelbare fietsendragers. Dat allemaal compleet. En hebben wij bruto en netto prijs. Maar waar ik wel denk, Rian, anders duurt deze film te lang. Kijk, beter kunnen de mensen even op onze website kijken, meerbik.nl. De modellen zijn besteld, ze komen binnenkort binnen. En ja, daar kun je precies de samenstelling zien en de prijsstelling zien en het voordeel zien. Ja, ik denk dat u gewoon deze caravan gaat kopen. Ik zelf heb dus de afgelopen weken in Europa veel gezien, maar zo mooi als dit. Ja, de concurrentie biedt het niet aan en dan bijna geen prijsverhoging. Wij kunnen het leveren. Hey, dat kom naar Doetinchem. Dat is iets Doetinchem.